Koninklijke HFC wint al 7 wedstrijden op rij niet. Pakte maar 2 punten uit die laatste 7 duels. Het is dus tijd om weer eens een keer te winnen. Broodnodig met hier het schot van Van Soest in het Seinheid. Het eerste wapenfeit van deze wedstrijd. Koninklijke HFC moet toch eigenlijk meer naar onder kijken dan naar boven. Na die laatste reeks van wedstrijden. De corner komt terug. Bij Lewis. Dik een half uur gespeeld. De van de omhaal mislukt. Het schot is daar van Wilfert. Er wordt gekeerd. Nog een keer van Son. Tameris, toekomstig coach. Renning Schimmel. Gaat die bal er toch in? Wat een merkwaardig doelpunt. Maar het is er eindelijk weer een voor HFC. Wat hebben ze het nodig? Maar hoe komt die goal tot stand? De voorzet van Van Son wordt ingeschoten door Gert-Jan Tameris. Wordt nog onderweg aangeraakt. Schimmel heeft hem en dan is het uitgerekend Danny van de Meirakker, de spits van FC Liende, die de bal in eigen goal werkt. En dat is ook meteen de ruststand. 1-0 voor HFC. Billen knijpen aan de Spanjaardlaanband. Houden ze dat vast? Dit schot van Bellassan. De invaller aan de kant van FC Liende gaat er hoog over. Er is nog kans voor de ploeg van Hans Kraaij junior om het tijd te keren. Tameris. Heeft hem af. Lewis loopt door, maar krijgt de bal niet. Kan natuurlijk altijd nog een schot komen. Het schot is er ook van Sterling. Gaat hoog over. Verre ingooi. Nog maar 20 minuten te gaan. HFC de sterkere. De bal wordt net gemist. Doorgekopt door Tameris. Sterling en Van Son. Wil de voorzet gaan geven. Die komt er ook. En daar is een andere invaller. Van de Broek. Maar die schiet hem te zacht in. En is dus te keren voor doelman Schimmel. En Hans Kraaij zet het nog maar 1 keer neer. Voor die laatste 10 minuten krijgt FC Liende nog een kans. Het doorkop is wel goed van Van der Meirakker. Richting een andere invaller, Lukili. En die geeft goed voor. Daar komt Van der Meirakker. Wil zijn fout goed maken. Maar mist kracht bij zijn kopbal. En baalt daar zichtbaar van. En dus is HFC heel dichtbij. De eerste thuisoverwinning sinds midden december. Wordt de overwinning nog mooier via Van Soest. Maar die schiet ook in het zijnet. En zo blijft het bij 1-0 en wint HFC eindelijk weer in zijn thuiswedstrijd. Het had er wel een slemiel voor de dag van nodig. En dat is deze Danny van de Meirakker. Niet wat magere, maar zeer verdiende.